Ik ben Liam, 18 jaar en geboren in Antwerpen. En ik ben Mariam, 16 jaar en ook van de stad. Samen gaan we op pad om alles te weten te komen over de grote verbinding. We gaan in gesprek met enkele belangrijke sleutelfiguren over hun visie op het project. Goedendag. Goedendag. Met deze info op zak fietsen we de volledige Antwerpse ring af en houden we halt op de belangrijkste plaatsen. We hopen zo inzicht te krijgen in het grootste project dat onze stad ooit gekend heeft. De grote verbinding. Hoe zou je de grote verbinding in een paar woorden omschrijven? Ik zou die omschrijven als de meest radicale transformatie van deze stad met het oog op leefbaarheid. Leefbaarheid voor de mensen die hier wonen, leefbaarheid voor de mensen die hier werken, maar leefbaarheid voor ook iedereen die hier in deze regio moet komen. Dus we willen die grote open riool die de autostrade door Antwerpen nu is, we willen daar bruggen overslaan, overkappingen en stadsdelen en mensen en wijken bij elkaar brengen in de toekomst. Dat is eigenlijk de essentie van wat we gedaan hebben rond die grote verbinding. Dat is eigenlijk dat snelwegproject letterlijk begraven en geherconfigureerd als een project met heel veel lokale baten voor leefbaarheid en voor die wijken daar rond. De negatieve gedimd en de plusjes ook voor lokaal echt omhoog gedreven. Dankzij de grote verbinding wordt het sluiten van de ring gecombineerd met de aanleg van 7 ringparken en een Scheldebrug. Onze eerste halte is de plek waar de werken al volop bezig zijn. Hier op Linkeroever is bouwheer Landis begonnen met de voorbereidingen voor de Scheldetunnel. Zo raak je vlot de Schelde over naar de haven of naar het noorden van de stad zonder om te rijden of de stad te doorkruisen. We staan nu vlakbij Sint-Anna-Bos, dat je voor je ziet. Een aantal bomen hebben hier, waren ook allemaal bomen die hebben we moeten kappen omwille van de werken. En hier gaat onze tunnel gebouwd worden om onder de Schelde door te gaan en Linker- en Rechteroever met elkaar te verbinden. En daarnaast zijn er dan bermen aangelegd waar fietsers tussen, waar een fietspad tussen loopt en waar die verbinding met die fietstunnel zit. En is heel die ring ingekapseld en zie je niks meer. En was dat echt nodig om die bomen te kappen? Dat was jammer genoeg nodig. Hè. Je moet die elementen en de uitrit ook van een tunnel, de verbinding kunnen maken. Dus je moest wel deze bomen wegnemen. Daar was niks aan te doen. Gelukkig compenseren we die bomen. Met andere woorden, het Oosterweelverbindingproject heeft een bomenkapbalans die positief is. Dat betekent dat we meer bomen, bossen terugplaatsen dan dat we bomen kappen. Maar wij zorgen er wel voor dat we een positieve balans krijgen. Een eindje verderop wordt er gebouwd aan een ander belangrijk project. Een gigantische park and ride. Wauw. En dit is dan om te zeggen de eerste fase van het van hele project. De park and ride is één van de drie die we bouwen rondom de stad. En we doen dat van bij aanvang van het project. En waarom bij aanvang? Dan gaan mensen door het te gebruiken, ze gaan het voordeel zien, ze gaan sneller in Antwerpen geraken als ze hun auto hier achterlaten en het openbaar vervoer stappen, dus overstappen. En we hopen dan zo een duurzaam gedrag doorheen die werken te installeren bij mensen. Als je de auto neemt hier op deze autostrade, kan je nooit op 10 minuten in het centrum van Antwerpen geraken. Met andere woorden, dit is de beste manier om je werkdag voor te bereiden. Dit is ook de beste manier om je daguitstap in Antwerpen voor te bereiden. Ik droom ervan dat iedereen het logisch vindt om straks met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Dat we bijvoorbeeld ook mensen in pak straks veel meer op de tram zien zitten, omdat zij richting hun job gaan met het openbaar vervoer. Wat vandaag eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. En daarom hebben wij met Slim naar Antwerpen ook onze Slim naar Antwerpen routeplanner gemaakt. Waar je ook die gecombineerde alternatieven krijgt. Hè. Wat dat dus die routeplanner zal zeggen, het is misschien sneller, het is misschien zelfs makkelijker om te zeggen, ik pak mijn auto tot aan een paar keer rijdt, ik laat die daar de hele dag staan en ik rijd met de trein bijvoorbeeld richting Centraal Station en daar pak ik dan de tram bijvoorbeeld hier naar het havenhuis. In afwachting van de tunnel is de waterbus voor ons de snelste manier om op Rechteroever te geraken. Nu de werken gestart zijn, kijkt iedereen in Antwerpen hoopvol naar de eerste resultaten. Best begrijpelijk, na bijna een kwart eeuw van hevige discussies. In de jaren 90 ondervond men al dat er toch wel wat problemen waren met congestie, met files op de Antwerpse ring. En dan op een bepaald moment stelde men vast dat er toch wel iets moest gebeuren. Vooral een derde Scheldekruising was noodzakelijk.
We komen van heel ver. We komen van plannen waarbij een groot viaduct door Antwerpen zou getrokken worden. En ter hoogte van het Sportpaleis zou dat eindigen in 18 rijstroken. 9 in elke richting. Een enorm viaduct. Bestaat nergens in België zoiets. Dus wij zagen een soort horrorverhaal. Eigenlijk een verhaal uit de jaren 60. Toen deed men dat. Maar wij dachten, ja, we zijn 2005, weet, toen. We zitten in de 21e eeuw. Dat moet verstandiger kunnen. En ik denk dat daar een doorbraak is geweest, ook het moment dat we dan het gesprek echt zijn aangegaan met de actievoerders op dat moment. Ademloos, Straten-Generaal en Ringeland. Alles zat muurvast, we zaten volledig in een impasse. En dan heeft inderdaad de Vlaamse regering beslist van kijk, we gaan een intendant aanstellen. We gaan Alexander Doge aanstellen. Die gaat proberen om de verschillende meningen van de verschillende partners, de verschillende stakeholders, de verschillende belangengroepen, we gaan die proberen te verzoenen en tot één mooi verhaal te komen. Ja, ik kan begrijpen dat het niet gemakkelijk is om al die mensen die zoveel verschillende meningen hebben rond de tafel te brengen en tot een conclusie te komen. Hebt u daar een techniek voor? Hoe doet u dat? Veel luisteren, denk ik toch. Allee. Veel luisteren en vooral mensen trachten tot uitspraken te laten komen en het conflict echt op te zoeken. De uitkomst is dan nooit wat iedereen tegelijk wil. Er is altijd wel iemand die niet zijn slag thuis haalt. Maar iedereen weet wel dat het proces op een faire manier verlopen is en dat er een soort van een integere zoektocht naar de beste oplossing is gebeurd. Dus eigenlijk gewoon leren omgaan met onoverbrugbaar verschil en daarover kunnen spreken. Verbinden, de tunnel die onder de Schelde zal aangelegd worden en die dan hier een stukje open is, maar dan hier onder de overkapping door eigenlijk verder naar het Albertkanaal. Mag ik misschien iets vragen? Ja. Wat gebeurt er hier eigenlijk vandaag met die maquetten en zo? Vandaag hebben wij een open moment voor het Ringpark Noordkasteel en dan geven wij aan iedereen de mogelijkheid om eens te komen kijken naar de maquette, om ook iedereen die hier toevallig passeert meer informatie te geven hoe dat het park er in de toekomst zou kunnen uitzien. Ja, de grote verbinding is, dat gaat over heel Antwerpen, maar als ik denk aan een heel speciale plek, dat is het Noordkasteel. De plannen die nu op tafel liggen, ja, dat gaat een heel mooi gebied worden. We hebben daar ook de graansilo's gered, de grote 19e-eeuwse graansilo's. Die vijver zal helemaal overeind blijven, dus dat wordt een mooi project. En meneer, wat denkt u? Ziet er een beetje goed uit? Ik vind dat er heel goed uitziet. Het zal wel toch een opwaardering zijn. En meer open ruimte en beschikbaar. Dus, Gaat u hier zeker eens een keer komen wandelen? Natuurlijk. Ja. We hebben ook een warmtenet waar we de restwarmte die van de haven komt eigenlijk via grote ondergrondse leidingen kunnen transporteren naar het stadscentrum en daar gebruiken om gebouwen en hele wijken eigenlijk mee te gaan verwarmen. En wat is een warmtenet eigenlijk? Want ik heb er echt nog nooit van gehoord. Misschien is het een idee om eens een kijkje te gaan nemen in het park waar dat warmtenet aangelegd zal worden en dan kan ik jullie meer vertellen. Restwarmte, dat is eigenlijk de warmte die bij de industrie in de haven geproduceerd wordt en die dat zij eigenlijk gewoon vaak moeten lozen in de lucht, maar die dat wij dan kunnen opvangen en richting de stad transporteren om zo gebouwen te verwarmen. Voilà, dan komen we hier bij een eerste belangrijke halte. Hier onder een pad langs de wal van het Noordkasteel zullen de kabels en de leidingen vooral voor het warmtenet aangelegd worden. En met die warmte uit de haven kunnen er dan gebouwen worden verwarmd in de stad, dus gezinnen, kantoorgebouwen? Ja, die warmte kan dan gebruikt worden om woningen van verschillende wijken. We gaan verschillende clusters op dat warmtenet aantakken om die wijken echt te gaan verwarmen. En gaat dat dan effect hebben op de klimaatverandering? Ja, dat is zeker de bedoeling. De stad wil graag tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Dus de uitrol van dat warmtenet is echt heel belangrijk om die doelstelling te kunnen halen. Wat verderop komen we bij station Luchtbal. Hier wordt de ring overkapt en verwerkt in het ringpark Groenendaal.
beetje grijs. Ja, gezellig is toch anders. Ik snap wel dat ze hier iets willen veranderen. Want ik ben hier ook gewoon echt alleen of zo. Heel verlaten. We staan nu op een perron van station Lichtpaal. Kan u ons deze plek beschrijven? Het is eigenlijk een plek die een kruispunt is tussen de wijk Lichtpaal aan de ene kant en Merksem aan de andere kant. En die wijken zijn van elkaar gescheiden door de spoorweg en anderzijds ook door de ring. En eigenlijk alleen de drukke Groenendaallaan is de enige verbinding tussen die twee wijken. En dat is niet echt zoveel aandacht voor leefbaarheid of plaats voor fietsers en voetgangers op dit moment. En zijn er ook plannen voor het station zelf? Ja, het is afgesproken dat 50% van alle verplaatsingen in de toekomst met iets anders moeten gebeuren dan met de auto. En daar gaan we echt een samenwerking moeten uitbouwen met de NMBS, met de lijn, met de stad, met de Vlaamse overheden, om eigenlijk heel die stationsomgeving aan te pakken en nieuw plein daar rond te creëren, nieuw openbaar vervoer daar naartoe te laten komen en vooral betere overstapmogelijkheden te maken. Openbaar vervoer is cruciaal natuurlijk als je echt een grote modal shift wilt maken, omdat dat gaat over de grote groepen die zich verplaatsen. En daar is kwaliteit, convenience, dus een groot gebruiksgemak, eenvoud, zekerheid, betrouwbaarheid, zeer belangrijke aspecten. En dat wil zeggen dat de NMBS en de lijn daar ook wel echt een tandje moeten bijsteken om te zorgen dat er ook is. Onze uitdaging, denk ik, voor onze regio, is dat we heel veel van die verdunde stad hebben. Nevelstad wordt dat genoemd. De Boeghouten en de Praschateren. Heel veel van het woon-werkverkeer is van mensen die met de wagen vandaar komen. Dus daar hebben we gewoon andere oplossingen nodig. En dus ik geloof nogal in met huidige technologie. Dus de systematische, voortdurende afstemming van vraag en aanbod. Met andere woorden, per minuut kunnen er 3 à 5 vragen zijn in die wijk van Zoersel die naar het centrum willen, die kunnen gebundeld worden, die mensen kunnen samen in een zelfrijdende auto of busje, of met een chauffeur, maakt me er voorlopig nog niet uit. Dat je eigenlijk enorm, dus micro-collectief vervoer. En je moet daar ook de lijn zijn, dat weet ik niet, dat kan. Maar ik zou dat echt, ik denk dat we daar zoveel kansen zijn, er zijn ook heel veel nieuwe bedrijven, nieuwe zakelijke modellen, heel veel kansen. We moeten enorm, ik geloof echt in het belang van de model shift en ik geloof ook dat we daarvoor absoluut outside of the box moeten kijken. Nu, hierachter komt er volgens mij ook zo'n groot ringpark. Wat kunt u ons daarover vertellen? In de toekomst zal de ring in een tunnel onder het kanaal gaan, waardoor er boven een grote overkapping wordt aangelegd. En op die overkapping gaan we het ringpark Groenendaal aanleggen. Dat is een ringpark dat ongeveer zo lang en zo groot is als het park Spoor Noord. En dan langs die spoorweg zien we eigenlijk ook die grote opening in die toekomstige overkapping met daar rond de stadsherre die we gaan realiseren. En dan over de Groenendallaan zien we ook de verbinding tussen de twee kanten van het ringpark met een groene brug. Hier is de zone eigenlijk waar we de stadsherre plannen. Dus hier komt een opening in die grote overkapping. Die opening is nodig omwille van tunnelveiligheid. En daar ontbouwen we die stadsherre. En die stadsherre die creëert een soort schouweffect, waardoor de lucht in hogere luchtlagen komt en we schonere lucht in het ringpark krijgen. En zijn er al ideeën over wat er gaat gebeuren met die serres? Wat er echt gaat gebeuren, dat gaan we pas in de loop van de komende jaren beslissen. Maar we hebben al wel een verkennend onderzoek gedaan en er zijn eigenlijk heel veel interessante kandidaten. En dat gaat eigenlijk van sociale tewerkstellingsprojecten, educatieve projecten over stadslandbouw, onderzoekscentra van de universiteit of publieke botanische tuinen of dierentuinen. En er zijn ook nog heel veel mogelijkheden om die dingen te gaan combineren. En over welke termijn spreken we dan bij dit park? Eigenlijk het park kan aangelegd worden van zodra de Oosterweelverbinding hier klaar is en de overkapping klaar is, dan kunnen wij beginnen met het park aan te leggen. Dus we zijn wel een stuk afhankelijk van die timing van de Oosterweelwerf. Okay. Ja, hier zie je eigenlijk hoe wat het probleem is. Hè? Dus daar komt het nieuwe ringpark. En wat we vandaag zien, dat is eigenlijk de toekomstige rand van het ringpark. En je ziet dat is niet echt aantrekkelijk. Dat zijn geen voorkanten, dat is echt de achterkant van de stad. En dat is ook heel moeilijk voor de woonwijk die erachter ligt om door deze gebied te geraken en eigenlijk dat park te kunnen bereiken. En hier proberen we met die private eigenaars tot een gemeenschappelijk plan te komen, zodat we echt nieuwe toegangen kunnen creëren, ook voor de wijk die erachter ligt en die eigenlijk nu
ja, helemaal rond deze bedrijven moet wandelen om naar dat park te geraken. Okay. Dus nieuwe toegangen, maar ook levendige voorkanten van woningen, van bedrijven, horeca, zodat dat park echt ook een levendig park kan worden in een mooie stad. Dus ze gaan echt draaien? De bedoeling is dat dat echt helemaal geherstructureerd wordt en dat eigenlijk de stad zich helemaal omkeert. Maar dat is echt wel een grote uitdaging die we samen met die eigenaars aangaan. Oké. Okay. Wat heb je gezien? Ik denk eigenlijk door heel dat overcapping gedoe dat er inderdaad wel veel meer mensen hun weg naar in stad gaan vinden en ook net buiten de stad, dus die districten. Ze maken eigenlijk de stad zo een beetje groter, hè, want uiteindelijk die snelweg die maakt eigenlijk de stad eigenlijk, afgekort. En dat is voor veel mensen een soort barrière. Bent u zelf ook op een manier betrokken? Ik doe mee aan een aantal werkbanken, omdat ik gewoon als burger wel hou van die formule van bottom-up. Dus dat je eventueel in zo'n werkbank in contact komt met architecten en ontwerpteams. En als je dan bijvoorbeeld leuke ideeën hebt, dan worden die effectief ook wel bekeken. En die vinden ook soms hun weg tot boven toe. Een belangrijk aspect is dus samenwerken. Wie zijn nu eigenlijk al die mensen waar tussen wordt samengewerkt en hoe wordt dat gedaan? Ja. Ja, voor mij is dat samenwerken verschrikkelijk belangrijk, bovenop al de concrete projecten die we uitwerken of uitgewerkt hebben. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we in het verleden hebben gemerkt dat bij dit soort van grote, complexe projecten, dat overheden vaak het gevoel hebben van we gaan dat zelf regelen onder ons met ingenieurs die een tekening maken en dan bouwondernemingen. En als het helemaal klaar is, gaan we dat nog een keer voorleggen aan de mensen. Wat vinden jullie ervan? Maar dan is het te laat. Dus in dit proces heeft de overheid beseft, ook voor enorm grote miljardenprojecten kun je eigenlijk samenwerken met gewone mensen. En daar hebben wij een instrument voor ontwikkeld en dat zijn de werkbanken. Burgers van Antwerpen, georganiseerd en niet georganiseerd, mensen uit de administratie, de ambtenaren, want zij gaan het moeten doen. En zo krijg je dat debat. En dat debat wordt gevolgd door die burgers aan die werkbanken, die dan altijd maar vragen stellen. Dus dat is een maandenlang proces tot je een eindvoorstel hebt. En dat eindvoorstel, dat wordt dan aan de bevolking voorgelegd. Maar dat is al gerijpt op dat moment. Dat is iets heel anders dan ingenieurs die iets getekend hebben. De omgeving van het Loopbroekdok en het Sportpaleis wordt vandaag gekenmerkt door een enorm viaduct. De plannen voor de toekomst zijn duidelijk. Het viaduct afbreken, de snelweg overkappen en zo heel wat ruimte vrijmaken voor groen en recreatie. First of all, I would like to say something about the geography of this place. In the past, let's say, there were two rivers arriving. The Klein Skein, the small Skein, and the Grote Skein. And the Grote Skein will be reopened by the project between the Sportpaleis and the dock. Mm-hmm. So from the Skein Park, that will be another one of the Ring Park, we will have this newly designed Skein, a river, flowing towards the Albert Canal and bringing, let's say, new biodiversity. Then the second important water aspect is, in fact, the reuse of the dock. Mm-hmm. And we hope this part, in fact, just in front of the Sport Palace, will be a swimmable. Mm-hmm. There will be a kind of beach. Mm-hmm. And then on the other side, we are going to imagine a kind of enlargement of a wetland parallel to the Albert Canal. Okay. So this space is called the Voorhoever, and there will be exchange between the canal and the Voorhoever. For example, a fish can pass on the two sides. So this will also bring in the Voorhoever forms of life, and that will be a spectacle, I think. So are there any other areas that are important to this place here? There are several spaces with different characteristics and we can go together. Okay. All right, you be our guide. We are close to the dam neighborhood and this part will be very well equipped with sport facilities, especially because
the neighborhoods were asking, so in the participation process, there was a we know that this is a part of Antwerp that is very, very young. There is a lot of youth. So this part will be dedicated to this. And will here also happen something with water in yes, this area? Yes, we have organized a shallow water that is just dedicated for two kids. And immediately on the other side, there will be this park. So we can imagine that there will be the coexistence of kids, teenagers, some more elderly people. Okay. And this is one of the slogan, of the mottos that we use for this project, that this park is a hub for all. We fietsen verder naar het zuiden, langs het Looproekdok en voorbij het Sportpaleis naar de volgende plek waar een ringpark komt, het Schijn. Deze vergeten rivier van Antwerpen wordt in ere hersteld en zorgt samen met het verdiepen van de snelweg voor oases van rust voor de omwonenden. Meneer, mag ik eens iets vragen aan u? Woont u hier in de buurt? Ja. Niet zo ver vandaan, hè. Oké. En u hebt interesse in wat er hier zich aan het ontwikkelen is? Uiteraard. Okay. Ik moet als ouder zeker achter die project staan. Ja. En ik hoop dat ik er nog van kan mee profiteren. Ja, ja, ja. Ik gun dat de jeugd, hè. Ah, voilà. Dat is wel mooi. Volle mee te nemen, hè. Dus wat iedereen me van geniet, hè. Voilà. Ondanks de mooie plannen zijn de omwonenden kritisch. Al van in het begin van de ontwerpstudies is immers duidelijk dat tijdens de werken de impact op de leefbaarheid groot zal zijn. Deze bezorgde burgers hebben zich verenigd onder de koepel, het Schijnverbond. Dag, George. Goeiedag. Hallo. We hebben hier afgesproken aan het Schijn. Ik denk niet dat dat heel toevallig is dat we hier staan. Nee, inderdaad, want ik ben lid van het Schijnverbond. En natuurlijk de link met de rivier, het naam de Schijn, is vanzelfsprekend. Onze voornaamste bekommernissen liggen vooral in de werfsituatie en vooral de bouw van de tijdelijke ring. Wat er zich gaat afspelen is dat tussen de huidige ring en de rivier gaat men binnenkort een tijdelijke ring, dus effectief een ring die zo breed is als de huidige liggen, die komt daartussen te liggen, zodanig dat natuurlijk het gedeelte op de rechtse kant van het Schijn daar nog van zal gevrijwaard worden. Maar niettemin komt al heel het verkeer toch tientallen meters dichterop geschoven naar de woonwijk toe. Wat voor ons dan betekent, wat gaat dat geven voor geluidsoverlast? Ja. En zo verder. Dus wij gaan daar proberen zoveel mogelijk van de bouwweerkrachten gedaan te krijgen dat daar maatregelen genomen worden om de geluidsoverlast te minimaliseren. Dus van de gelegenheid gebruik maken om met de nieuwe technieken, bijvoorbeeld fluisterasfalt, zo ver mogelijk te gaan en nog beter te doen dan vandaag. Ja. Zelfs al is dat maar een tijdelijke verkeersweg, maar ja, tijdelijk, dat is wel mijn lange ei, want dat gaat 10 jaar duren. Voor veel mensen in de verschillende burgerbewegingen is het altijd gegaan om betere luchtkwaliteit, meer groen, minder geluidsoverlast voor al die mensen die rond die ring wonen, meer open ruimteplekken waar je elkaar kan ontmoeten. Die autostrade is eigenlijk echt een litteken door de stad. Er wonen evenveel mensen binnen de ring, tussen de Schelde en de ring, als er buiten. En ja, psychologisch, laten we zeggen, als je die ring elke dag moet oversteken, heb je zo het gevoel dat je er eigenlijk niet bij hoort bij die andere kant. Het zijn vooral deze mensen die hier wonen, die wij proberen zoveel mogelijk te laten betrekken in dat overleg, want het gaan zij zijn die eventueel nachtlawaai zullen horen. Ja, dan komen we hier vlak bij de Bisschoppenhoflaan, in het buurt Sportpaleis, waar later een ingang komt van het ringpark Schijn. Maar daarover ligt de wijk Kronenburg. En dat is een wijk die eigenlijk een eiland, geïsoleerd door drukke verkeerswegen. En onze voornaamste bezorgdheid is, hoe gaan die mensen die geen sprietje groen hebben, veel te weinig groen, leven opeengepakt, hoe gaan die er ooit veilig, comfortabel dat ringpark kunnen betreden. Er zitten ook meerdere burgerbewegingen mee aan tafel.
Waarom is het dan eigenlijk nodig dat jullie stem ook gehoord wordt? Nu, ja, de verhouding die we hebben met de burgerbewegingen probeer ik een beetje in een keukenlatijnbeeld te gieten. Je hebt de kok, die staat aan het fornuis te koken. Dat is Lantis, dat is de bouwheer. Je hebt langs de zijingang de overheid, het schepencollege, dat heel gemakkelijk toegang heeft tot die kok en die gemakkelijk van alles kan influisteren. De burgerbewegingen staan aan de ingang en wij staan buiten. De deur staat open en wij kunnen ofwel heel hard staan roepen dat die kok doet nog eens wat meer zout in de patatjes. Maar dan gaat onze stem misschien niet gehoord worden, want de dampkap staat aan. Ja. Maar de burgerbewegingen die staan dichter bij ons. Wij kunnen zeggen, zeg alsjeblieft, meer zout in die patatten. En dan hopen we maar dat zij dat tot bij die kok brengen. Zij staan er dichterbij. Zo bekijk ik het een beetje op dit moment. We hebben ze dus nodig, hè, die burgerbewegingen. Maar zij hebben ons wat nodig in de zin van, er is iemand die wat kritisch kijkt en hij wat opjaagt om het positief te stellen en wat scherp houdt. En zijn er dan in heel dat verhaal, heel die evolutie, al positieve stappen gezet voor jullie? Ja, één. Eén die springt er echt naar uit. En die bevindt zich eigenlijk hier, als het ware. Hè. We kijken nu rechtstreeks hier op een groene zone achter de wijk Ten Eekhoven. Ja, daar moesten in de originele plannen wegenis komen, meerdere rijstroken, toegangen naar een grote knoop, de Hollandse knoop. Is van de tafel, na overleg. Dit blijft groen, dit wordt ringpark, met allerlei mogelijkheden tot recreatie en natuur. Dat beschouwen wij als het voornaamste winstpunt dat we geboekt hebben. Een stukje verder op de ring wacht onze volgende halte. Een gigantisch gebied van Borgerhout tot aan het zuid waar een nieuw ringpark wordt aangelegd langs de ring. De Groene Vesten. Hallo. Met het ringpark zetten wij in op de leefbaarheid voor de mensen in afwachting van een overkapping. Er is hier een geluidsberm gemaakt en die zie je hier aan de kant. Wij staan eigenlijk aan de buitenzijde van de stad en door die geluidsmaatregel zorgen we er eigenlijk voor dat het geluidsniveau voor de buurtbewoners dat afneemt. Wat we wel zien, is dat het effect op de lager gelegen verdiepingen hoger is dan bijvoorbeeld mensen die in een appartementsgebouw wonen. De hoger gelegen verdiepingen, die hebben daar minder een effect van. En zijn er ook nog andere mogelijkheden naast permen? Ja, bijvoorbeeld het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt op deze moment hoe dat ze het wegdek van de ring kunnen aanpassen om voornamelijk het rolgeluid, het geluid van de banden, om dat te verminderen. En dat heeft een effect voor iedereen. Dat is wel mooi. Ja. En als je wilt, gaan we eens luisteren naar het verschil tussen bovenop de berg en beneden. Ja, is goed. Ja. Prima. Komen jullie mee? Amai. Liam, groot verschil, hè? Heel groot verschil. Wow. Dat is voor de jungle hier. Werkt effectief. En dit komt allemaal eigenlijk dichter tegen de ring, dat er hier nog veel meer ruimte komt voor recreatie en zo. Dat klopt. In onze nieuwe ontwerpen gaan we eigenlijk meer inzetten nog op stenen, muren. En die kunnen nog dichter tegen die ring schuiven, zodat we nog dichter tegen de bron een bescherming bieden. En dan krijgen we extra vierkante meters park. Dat is pompgemaal Oost. En pomp Oost zorgt ervoor dat de ring droog blijft. Dan pompt het water, het regenwater dat op de ring valt, op, maar ook het grondwater pompt het weg. En dat komt omdat die ring lager ligt dan de grondwatertafel. En dus mochten we dat pompgemaal niet hebben, dan zou de ring op bepaalde plaatsen overstromen. Indrukwekkend, hè? Ja. Dit is de machinekamer. En die bedienen die vijzels, die grote motoren. En die zorgen eigenlijk voor onze waterveiligheid hier in Antwerpen. Nu, je ziet, het gebouw is wel een beetje weggestopt. In de toekomst willen we dat zichtbaar maken. En dat is eigenlijk ook voor het waterbewustzijn van de Antwerpenaars. We gaan dat ook laten zien in ons park, in ons toekomstige pompark.
elke dag wordt hier 6000 kub aan water omhoog gepompt. Dat kan je vergelijken met 2,5 keer het Olympisch zwembad van Wezenberg. Oké, dat is heel veel water. Het water hier van Oost dat gaat naar het waterzuiveringsstation in Deurne. En dat komt uiteindelijk in de Schelde terecht. Dus het is eigenlijk water dat we kwijt zijn. We willen in de toekomst goed graag onderzoeken of we het water kunnen herbruiken in het landschap. Om natter milieu te gaan maken, natte natuur te gaan maken, maar ook voor andere doeleinden hergebruiken. Hier zijn we eigenlijk al in Ringpark Groene Vesten. Dit is voor ons al een eerste plek dat aangelegd is. We hebben een waddy aangelegd. We zijn straks geweest bij Pomp Oost, waar we het water wegpompen uit onze stad. Dat willen we in de toekomst vermijden. We willen eigenlijk water gaan opvangen. En dat is niet alleen het water van het ringpark zelf, maar het is ook het water van de omliggende wijken. Dat is iets wat we in alle ringparken gaan doen. En wat is een waddy nu eigenlijk? Een wadi is eigenlijk een verlaging in het landschap. Een beetje zoals een gracht, maar dan breder, waar je water kunt in opvangen. En dan langzamerhand stroomt dat water in de ondergrond. En hoe wordt dat water nu eigenlijk opgevangen? Het water komt eigenlijk via ingenieuze systemen, via buizen, bijvoorbeeld van de singel en van de achterliggende wijk, wordt het allemaal langzaam afgekoppeld en wordt helemaal naar hier geleid. Zodanig dat de grondwatertafel aangevuld wordt. Dat is goed voor de natuur. Want daardoor kunnen de bomen en de natuur kunnen beter groeien. En die hebben we nodig omdat onze stad heter wordt. En door meer bomen te planten kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat er koelteplekken komen. En zo gaan we doorheen al die parken proberen leuke plekjes te maken gecombineerd met die waddies. De grote verbinding probeert onze stad een heel stuk leefbaarder te maken. Dat is niet alleen belangrijk voor alle burgers, maar ook voor de dieren in onze stad. Zenders, hè. Hier zitten we op de spoorwegbrug en hier gaan we kijken dat dieren eigenlijk deze weg gebruiken, ja of nee. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan hier een camera zetten en dan kunnen we nadien zien van ja, wie passeert er hier. Deze is een mooi plekje om onze camera te hangen. Okay. Hè. Dus we gaan de camera opzetten, steken hem in het bakje. En waarom zijn de beelden belangrijk? Hier hebben we een perfecte ecobrug met de sporen wel gecombineerd. Maar omdat die spoor niet, hier is er nog een stuk dat niet gebruikt is, gaan die dieren misschien langs hier willen komen. Hè? Omdat okay. Erin kunnen ze niet oversteken. En daarom proberen we met die camera's te kijken en te bevestigen, wordt dat gebruikt. Het is een soort bewijsmateriaal of zo. Ja. Nu, Danny, als ik denk aan de grote verbinding, dan denk ik vooral aan veel infrastructuur en grote bouwwerken en zo. Ik had niet direct verwacht dat Natuurpunt daarmee aan tafel ging zitten. Ja, wij waren ook natuurlijk blij verrast dat we mee aan tafel zitten. Zij geven ons een kijk achter de schermen van wat er gaat gebeuren en wat er gaat komen. En dan gaan wij samen in discussie van kijk, ja, zouden we daar niet wat bomen kunnen zetten? Of hier een bomenrij, een zwaluwenwand, een vleermuis, een bunker aan de relingen van de bruggen hier. Waarom zouden we hier geen nestkasten voor gierzwaluwen kunnen hangen? Dat zijn allemaal van die zaken die we dan kunnen bespreken. Oké. Okay. Zeg, en kunnen wij dan ook al iets van beelden bekijken of zo? Maar natuurlijk dat. En deze die is nog maar net geplaatst, dus ja. daar gaan we niks mee zien. Maar ik ben hier al anderhalve maand aan het filmen en ik heb al wel wat leuk filmmateriaal. Oké. Okay. Dan zullen we teruggaan. Dat is goed. Dan gaan we eens kijken, hè. Hier mooi de vos, die komt echt heel kijken. Echt, die staat er nog geen een halve meter vandaan. Van, wat is dat hier? Het is op zich, die weet al dat hem gefilmd wordt. Die is zeker van dat hij dat weet. Hè? Want je ziet, hij legt zijn haren goed. Hè? Dus hier hebben we het beeld van de steenmarter. Ze ziet hem schoon komen, hè? Sproeien. Hop, en weer weg. Hè? Dus dat is fantastisch. Hè? En zo kunnen we natuurlijk zien van ja, die ecobrug, dat deze eigenlijk is. Zonder dat we dat eigenlijk zo benoemen, is deze eigenlijk een ecologische verbinding.
En heb je zelf het gevoel dat de beelden jullie stem luider maken, zodat er echt naar natuurpunt wordt geluisterd? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat de tijd nu wel rijp is, hè. Ook in de politiek eigenlijk. Dat mensen daar wel meer oren naar hebben dan vroeger. En ik denk ook in dit geval, met de grote verbinding, denk wel dat dat goed gekomen. Op de Konijnenwei heeft Burgerbeweging Ringland de achterban uitgenodigd voor een zomerbar. Heel nice. Fancy uit. Ringland gaat voor de volledige overkapping van de ring. Dat is een duidelijk standpunt, hè? Ze kregen in 2014 met massale evenementen zoveel volk op de been dat het beleid er niet meer omheen kon. Sindsdien zitten de burgerbewegingen mee aan tafel. De auto's worden daar naar de nieuwe verbinding gezet, zodat dat helemaal autovrij wordt. Dus we hebben al gehoord dat er heel veel ringparken gaan komen. Zijn er ook plannen dat er echt een ringland gaat komen? Ja, we hebben duidelijk afgesproken met de Vlaamse regering dat we de hele ring van Antwerpen gaan overkappen. Wat er nu beslist is, is dat er met de middelen die al vrijgegeven zijn, al een aantal parken worden uitgewerkt. Maar wij pleiten ervoor om dat hele noordelijke stuk van de ring, om dat ineens mee volledig te overkappen binnen de werken die nu gaan gebeuren aan de noordelijke ring. En op financieel vlak dan? Want ik kan me wel voorstellen dat er aan zo'n volledige overkapping wel een groot prijskaartje hangt. We starten nu met werkbankfinanciering. Ik mag zeggen dat we dat vanuit de burgerbewegingen het initiatief hebben genomen om dat van start te laten gaan. De Universiteit Antwerpen gaat daar werk van maken. En ze gaan eens goed becijferen wat het allemaal kost. Maar vooral, en dat is van belang, hè, wat kost het als we het uitstellen? Dat stelt met het klimaat. We weten dat er een probleem is, we moeten van alles doen. Hoe langer we het uitstellen, hoe meer het kost. Dus hoe sneller we die investering kunnen doen, hoe beter voor de gezondheid, voor de leefbaarheid, en hoe meer kosten we nadien dat niet zullen hebben. En zijn jullie dan nu tevreden over hoe dat het momenteel verloopt? Het mag voor ons altijd sneller gaan. We hebben inderdaad het gevoel dat wij zelf moeten blijven pushen om het te laten vooruitgaan. We hebben een aantal partners goed. En ik moet zeggen, die mensen in die verschillende ringparken en overheden en zo, werken hard, hè, daar niet van. Maar zij werken een beetje binnen de kaders die er vandaag zijn. Hè. Wij zijn degene die moeten pushen om dat wat open te trekken. Het besef dat die hele overkapping er zal komen, bestaat op alle niveaus. En wij moeten nu zorgen, dat is onze rol van de burgerbewegingen, dat dat ook gebeurt. Dat is een beetje een leap of faith, hè. Dat is een geloofssprong. Er zijn zoveel Antwerpenaren die al jaren meelopen in die droom, inkluis de bestuurders, dat het er ook wel zal komen. Mooi zicht, hè? Ja, nu zit je heel goed waar we zijn vertrokken, hè? We komen helemaal van daar en dan. Zo. Dan zijn we hier. We zijn nu op het einde van onze tocht. En we staan hier bij een heel grote knoop van allemaal wegen. Wat gaat er hier eigenlijk komen? Op deze plek komt de Ringpark Zuid. Wat we vooral willen bereiken met dat park is dat de verkeersinfrastructuur die je hier ziet. Je ziet eigenlijk overal takken van de snelweg. Ja, ja. In de volksmond noemen ze dat hier de spaghetti-knoop. Ja. En je kunt eigenlijk ook een beetje zien waarom dat je de spaghetti-knoop noemt. Hè. Overal liggen die takken door elkaar, over elkaar. En het is vooral de bedoeling dat we die bij elkaar brengen. Okay. En dat het verkeer heel compact wordt, zo compact mogelijk, zodat er plaats komt voor dat park. Ja, dat park, daar gaan van allerlei functies een plek kunnen krijgen. En wat zijn er van die functies die dat daar Dat gaat van sport, spel. Er gaan ook locaties worden voorzien voor nieuwe stadsontwikkelingen. Het is niet omdat we iets compacter maken, dat dat ook slechter gaat functioneren. En die knoop is echt nog ontworpen in de filosofie van de jaren 70. Alles ver van elkaar. Ruimte was eigenlijk nog geen issue in ruimtegebruik. Maar vandaag zien we wel dat hier andere noden zijn en dat er echt ruimte en groentekorten zijn in de stad. Wouter neemt ons mee naar treinstation Zuid. Vandaag ligt het station er sober bij, maar in de plannen wordt dit een volwaardig station, mee verwerkt in Ringpark Zuid. Hier komen we dus bij het station Zuid. Hè. Ja. Zoals je kunt zien vandaag,
wordt dat wel gebruikt. Maar die omgeving hier, die voldoet echt niet meer. Hè. Smalle fietspaden, smalle voetpaden. Eigenlijk is alles hier een beetje ondermaats. Enerzijds wordt dat hier verbreed. Hè. Komen fietsen stallen, komt een soort luifel. En wat ook heel belangrijk is, is dat de auto's hier verdwijnen. De auto's die vandaag op de Silvertop zitten, die komen eigenlijk op een nieuwe as die verder komt. Hè. Zodat deze plek hier eigenlijk vrijkomt voor openbaar vervoer. En dat moet ons eigenlijk helpen om de ambitieuze model shift te bereiken. Dus eigenlijk gaan er hier heel veel soorten mobiliteit samenkomen. Dat is inderdaad de bedoeling. Hè. Het is echt de intentie dat dat hier een multimodale hub wordt. Hè. Okay. En daar bedoelen we eigenlijk mee dat dat hier een plek wordt waar je van het een overstapt op het ander. Dat je hier aankomt met je deelfiets om een trein te nemen. Dat je hier aankomt met je deelstep om dan in het park te gaan wandelen. Dat je hier van de bus stapt of van een tram. Dat je hier kunt oversteken zonder dat je auto's tegenkomt. Hoe meer comfort dat we hier kunnen aanbieden voor openbaar vervoersgebruikers, hoe meer mensen dat ook het openbaar vervoer gaan gebruiken. Mooi zicht, hè? Absoluut. Heel mooi zicht. En hier zitten we eigenlijk voorbij het einde van Ringpark Zuid. Hè. En het is de bedoeling dat in de toekomst de fietspaden en het ringfietspad dat we hebben aangelegd in Ringpark Zuid, dat dat op deze plek eigenlijk een verbinding gaat maken met Linkeroever en ook met het leefbaarheidsproject van Linkeroever. Als ik u zo de hele tijd heb bezig word, Wouter, ik had dat niet direct verwacht dat nu het agentschap Wegen en Verkeer met fietspaden bezig was. Nu, wij zijn eigenlijk al altijd met fietspaden bezig geweest. Hè. Ah, okay. Maar wat ik wel heb kunnen vaststellen hè, als werknemer voor AWV is dat wij de laatste jaren meer en meer echt bewuste keuzes maken pro fiets, pro openbaar vervoer. En zo worden ook eigenlijk onze eigen normen bijgesteld. Hè. Vroeger moest een enkel richtingsfietspad bijvoorbeeld 1,5 meter zijn. Tegenwoordig is dat eigenlijk al minimum 2 meter. Kunnen we dan zeggen dat de grote verbinding een soort inspiratiebron is voor de toekomst? Voor mij persoonlijk zeker wel. Maar ik denk ook voor veel van mijn collega's is dat een soort, heeft een aantal dingen in de stroomversnelling gebracht. Hè. Dingen die vroeger misschien moeilijk bespreekbaar waren, omdat ze of te duur of niet realistisch waren, ja, die worden vandaag ineens wel bespreekbaar. Hè. Dus ik denk dat de grote verbinding wel heeft geholpen aan een soort mentaliteitswijziging. Ik denk de kracht van die hele grote verbinding zijn eigenlijk de mensen. De mensen zelf, die, of ze nu ambtenaar zijn of burger of expert, die samen die visie overeind houden en dat ze dat doen in een samenwerkingsproces die onvergelijkbaar groot is in Vlaanderen. Ja, ik denk als we de toekomst kijken, als we 20, 30 jaar verder zijn, dan hoop ik dat in ieder die hier dan in deze omgeving komt, dat die zegt van amai, toen hebben ze een goede beslissing genomen. Voor mij het cruciale is zorgen dat die samenwerking blijft lopen en dat we daar ook allemaal samen onze schouders onder zetten. En dat is het mooiste aan de grote verbinding, hè? Dat we eigenlijk niet alleen fysiek verbindingen maken, hè? Dus wegen, paden, parken, fietspaden, weet ik veel, maar ook sociaal weefsel. Dat mensen vanuit heel verschillende kanten van deze stad zich terug beter met elkaar kunnen verstaan dan vroeger. Allee, dat was het dan. Het einde van onze reis. Ja. Spijtig, hè? Ja. Moet jij naar huis, naar Linkeroever? Ja, maar het zou veel makkelijker geweest zijn moest hier een fietsersbrug zijn. Ja. Oh, ja, het zal nu nog even langs de voetgangerstunnel moeten. Of de waterbus. Of de tram. Ja, het zal in ieder geval beter zijn in de toekomst. Inderdaad. En oké, het is nog ver weg, maar ze is wel onderweg.